Dit is een coronaatje, heel beroemd, omdat ze in de Eerste Wereldoorlog heel veel gebruikt zijn. Want het was de eerste opvouwbare tikmachine. Dus die oorlogscorrespondenten, die dus te paard achter de soldaten en de kanonnen aangingen, die vouwden hun typemachientje op. En dat kon in een mooi leren dingetje, kon dat terzijde van het paard, of bij gebrek aan paard terzijde van hen zelf. Dat is een van de mooiste machientjes ooit uitgevonden. Maar ja, als je daar een heel boek op moet gaan tikken, dan daar kan de schoorsteen niet van roken. Ik heb nog veel meer oude typemachines. Ik ben net geen verzamelaar, want als je gaat verzamelen, dan begint de waanzin toe te slaan. Dan ga je dingen hebben alleen maar om je verzameling compleet te maken. Maar ik heb die oude schrijfmachines vooral vanwege het vernuft wat erin is gestoken. Er is nergens zoveel vernuft ingestoken als in muizenvallen en in typemachines. Daar bestaan honderden soorten van. Maar u zegt, ik ben geen verzamelaar, maar als ik zo een beetje om me heen kijk, dan toch wel een beetje. Nee. Het is bij mij verzamelen begint bij 10 stuks. Dus ik heb hier ook alle mogelijke puntslijpers. Maar dat mogen er ook niet meer dan. Hè, ook zoiets waar alle mogelijke soorten van vernuft in zijn gestoken. De gekste mechaniekjes hebben ze bedacht om een potlood te slijpen. Terwijl je gewoon met. Als je nou gewoon een mesje hebt, dan gaat het ook natuurlijk. En met deze schrijfmachine wordt alles van uw hoofd op schrift gezet? Met de Brother CE60. De mooiste schrijfmachine die ooit gemaakt is. Een computer komt er hier niet in, want die is mij veel te snel. Die hou ik niet bij. En je ziet dan ook dat de meeste mensen die op een computer werken, die gaan eerst tikken en daarna pas nadenken, want die denken, ik kan het toch altijd weer veranderen. Dus het boek is in uw hoofd eigenlijk al klaar voordat u hier gaat zitten? Ja. Dus als je een boek gaat schrijven, dan vul je je hoofd net als een trechter met alle mogelijke feiten en dingen en grapjes die je hebt bedacht. En dan moet dat door die trechter heen, door dat nauwe tuitje heen, moet dat op papier gegooid worden. En ja, dit is het bovendeel van de trechter en dat is het nauwe tuitje waar het doorheen moet. Die interesse voor de biologie, dat was er niet van kinds af aan, hè? Nee, integendeel. Ik ben als katholiek jongetje opgegroeid. Toen ben ik natuurlijk van mijn geloof gevallen, want ik ben niet gek. Maar ja, dan had je niks om je aan vast te houden. Dus toen ben ik mij aan de wetenschap vast gaan houden in plaats van aan God. De wetenschap werd mijn nieuwe God. En in die wetenschap wou ik natuurlijk hoge priester worden. Dus ik wou professor worden. En natuurlijk niet in zo'n dom vak als biologie, wat toen de tijd nog helemaal geitenwolle sokken gedoe was. Nee, echte wetenschap. Ik wou professor in de natuurkunde worden. Dat leek mij wat. Natuurkundigen keken neer op biologen. Nou, ik denk dat ga ik ook doen. Maar ja, toen bleek ik gewoon te stom te zijn voor natuurkunde. En ben ik toch maar bioloog geworden. Tijdens uw studie heeft u veel uren doorgebracht in de artsbibliotheek. Daar lijkt het hier ook wel een beetje op, hè? Ja, dat is geen toeval. Die artsbibliotheek, dat was boven de vissenafdeling van het Zoologisch Museum. En ik werkte op dat Zoologisch Museum. En boven ons was dus de allermooiste bibliotheek die er maar bestaat. De artsbibliotheek. Als je hier de liefde voor de biologie niet te pakken krijgt, dan lukt het nooit meer. Ik hoefde die bibliotheek maar in te komen of mijn hartje sprong op. Ik werd er helemaal gelukkig. Ik mag dat niet zeggen van mijn collega's. Maar ik vind dat de biologie een 19e eeuwse wetenschap is. Zo'n echte oude, stoffige, mahoniehouten kastenachtige. Dus denk aan Charles Darwin, de allergrootste bioloog die ooit geleefd heeft, die de evolutietheorie heeft uitgevonden. En dan was een typische kamergeleerde. Die zat gewoon lekker thuis. Hij heeft 20 jaar lang heeft hij in zijn bibliotheekje lopen te suffen. En evolutietheorie uitgevonden. Dus ik denk, nou, ik timmer ook maar zo'n bibliotheekje. Wie weet dat het
dat het helpt. Niet natuurlijk dat je daar een automatische Darwin van wordt. Maar het leuke is wel dat je zo'n bibliotheek, die brengt je gelijk in de juiste sfeer. U bent een veelschrijver. Staan ook al die boeken bij elkaar? Of, Ja. Nee, dat, kijk, zo ijdel zijn we dan wel weer. Dit is van mij. En het, er staan ook de vertalingen bij. En dat is dus het leuke, dat er dus boeken zijn die ik wel geschreven heb, maar die ik niet kan lezen. Ik ben begonnen met schrijven over dingen waar ik een hekel aan had. En dat is makkelijker. Als je een hekel hebt aan mensen of aan dingen of aan gedachten vooral, dan is er niets heerlijkers als beginnend schrijver om die mensen en die gedachten neer te sabelen. En pas gaandeweg. Hè, dus ik heb in het begin heel veel geschreven en gezegd, meer dan goed voor mij was, over wat honden toch akelige beesten waren in mijn gedachten. Maar daarna, toen ik verder ging, toen moest ik gaan beschrijven hoe ontzettend aardig poezen wel niet zijn. En dan blijkt om iets te bejubelen, is veel lastiger, veel moeilijker dan iets de grond in te boren. En pas als je allebei die dingen een beetje onder de knie begint te krijgen, dan mag je misschien aan het echte werk eindelijk gaan beginnen. U bent niet een bioloog die met de kaplaarzen en de regenjas door de weilanden struint, maar het gebeurt allemaal hier. Nou, ik heb dat wel moeten doen tijdens mijn studie natuurlijk. Dan word je naar buiten gejaagd. Dus ik heb heel wat met kaplaarzen in slootjes gestaan met schepnetjes. En het voornaamste wat ik daar aan over heb gehouden is een chronische blaasontsteking. Dus dat doen we niet meer. En toen ontdekte ik dat er tegenwoordig alle biologen, die lopen allemaal buiten met kaplaarzen. Of die zitten allemaal binnen in een laboratorium met een microscoop te loeren. Maar die oude kamergeleerde, die op zijn gemakje thuis zat aan zijn mooie bureautje, met een paar boeken erbij, misschien een glaasje van het een of het andere onder handbereik, een beetje suffen over wat die andere kereltjes daarbuiten allemaal aan materiaal hadden gevonden. En daar proberen een verhaal van te maken. Die bestonden niet meer. De kamergeleerden waren opgeheven. Toen dacht ik, nou, dan word ik maar kamergeleerde. En ik kan het iedereen van harte aanraden.